leuk dat jullie weer kijken. Wat gaan we deze week laten zien? Reparatie van de aardappelsorteermachine. De uitslag van de suikeropbrengst van de suikerbieten. En ik ga assisteren bij een collega boer. En dan ga ik kieperen Nerine rooien. Jelle is ondertussen de kieper al aan het schoonmaken. Lady Jane sorteren, PB2. Ik zou de bunker leegmaken, maar een gigantische stank daarboven. Een lager, hartstikke vast. Waar zit dat lager nou bij de aandrijving van de schoksorteerder? Hier komt dat lager te zitten. Daar zit een motor. Hierachter zit een excentriek. Trek die de zeven naar beneden. En dan deze veren gaat het zeven omhoog. Om dat ding los te krijgen is met sjorbanden de veren pannen. Zodat ik hem hier los kan gooien. Nou, de buis zit weer vast. Dus de strippen zitten ook weer vast. Dus de veerspanning kan er weer op. Die sjorbanden zijn eigenlijk om kisten vast te sjorren. Maar hier is het ook makkelijk voor. Even kijken of die het doet. De schermkap zit er weer op. Draai hem maar weer. Nerine rooien. Heeft weer een boer hulp nodig? Ja, een boer. Sjaak. Daar teel ik aardappels. Dus die help ik uit de nood. Andere jaren. Dan oogst die Nerine, zijn dit trouwens. Over de stortbak. En dan draait hij ze meteen in kisten. Ja, van het jaar gaat dat niet lukken. Dus in kiepers rooien. En dan naar een spoelerij toe. Spoelen en dan in kisten. Op zich gaat het rooien prima. We rijden ongeveer 2,6 kilometer. Dus dat is helemaal nog niet zo gek. Loonbedrijf van Dun, die rooit hier. Ook heel veel soortjes, dus ook vaak schoonmaken. Ik heb GPS aan boord, dus waarom zou ik het niet gebruiken? Het is wel relaxed onderrijden zo hoor. Camera aan boord. Maar één baantje opladen. En dan de keeper weer schoonmaken. En een ander ras.
keeper staat voor de stortbak. Gaan we zo even bij de spoelplek kijken. Grote stortbak met verdeelbanden, rollen en spoelen. Het is een kluitenbak of stenenbak. De stenen gaan hierin. Zijn mooi schoon hier. Kijk of de keeper leeg is. De laatste bal moet eruit. Want we gaan zo met een ander ras perceel beginnen. Laatste keepertje vandaag, de eerste dag, Nerine Rooyen. Gevroren heeft het vannacht. Het is nu 2:00. Zit voorop de rooier een klapper. Die voert het loof opzij af, zoals je kunt zien. Bij de bek zitten twee schijven en daartussenin twee beitels. Deze nerine staan op ruggen van 75 centimeter. Schudden en de keeper in. Gaat goed? Ja, gaat goed. Het loopt lekker. Soortje is bijna weer klaar. Houd de trekker ophalen. Even schoonmaken, de laatste bollen eruit. Dan kunnen we met de volgende partij verder. De nerines zijn eruit. Wat een beest. Even schoonmaken.
Dan nu de uitslag van mijn kijkersvraag. Hoeveel suiker dat wij geoogst hebben. Allereerst, hartstikke leuk. Wat een reacties op mijn vraag. Allemaal heel erg bedankt daarvoor. Maar degene die het dichtstbij zat, was de eendenfokker. Hij zat erbij met 105 ton suikerbieten, 17,5% tara, suiker 16,2%. De uiteindelijke uitslag was 107 ton. Tara was 15,23%. Plus de 3% koptara was 18,23. Het suikerpercentage 16%. En hoeveel pakken suiker oogsten we dan van 1 hectare? Dat is ruim 17.000 pakken van 1 hectare. Bedankt voor het kijken naar deze vlog en tot de volgende.